Ja, Femke Herreijgers, vanavond in de film The Cross. Iets totaal anders voor jou? Ben je actrice of zo geworden? Ah, wel, het is letterlijk een première voor mij, want het is de eerste keer dat ik zo heb mogen figureren, zal ik zeggen. Het was wel een hele ervaring. Het was echt heel leuk om dat van dichtbij mee te maken eigenlijk. Hoe was het dan om met die acteurs van Zonen van Vanas in zo'n film mee te spelen? Het was echt wel een heel leuke ervaring. Het was heel fijn om dat van dichtbij mee te maken en van kortbij alles te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus ik ben blij dat ze mij gevraagd hebben. De laatste vraag is, wat waren de drie leukste momenten van 2022 voor jou, buiten het spelen in die film, wat er waarschijnlijk een van de drie zal zijn? De allerleukste momenten? Ik ben verhuisd en ik ben momenteel wel heel happy met waar ik woon. Ik ben terug naar de Kempen verhuisd. Dus dat was wel een hoogtepuntje, zal ik zeggen. En voor de rest, werk gaat het eigenlijk supergoed. En met bingo gaat het ook super, want het is volop nu een crossseizoen. Dus ik ben elk weekend eigenlijk te vinden op de cross. Dus momenteel alles goed eigenlijk. Ik heb niet te klagen. Mooi, het leven is mooi. Absoluut.